Michele, waren het een paar kleine emotionele momenten die FC Dordrecht vandaag de das omdeden? Ja, er waren wel twijfelsmomenten waar het wel het gevoel geeft in het algeheel dat je 2 tegen 12 man moest spelen. Dat wel. Ja, je drukt het dan denk ik nog zacht uit omdat je net misschien met stoom in je oren voor de dugout stond. Die drie het cruciale moment, die heb je ook al teruggezien? Ja, die rode kaart niet. Ik vertrouw Jari. Ik heb wel die 2 penalties teruggezien. Ja, dan heb ik zoiets van, het zijn wel 2 verschillende maten gebruikt om te meten. Ja, bij dat eerste geval, waar Boubacar dan misschien een penalty had moeten krijgen, ja, dan zou je nog kunnen zeggen van er zijn ergens 2 contactmomenten binnen een tiende van een seconde of zo. Vind je dan dat je ook die criteria daar moet hanteren? Of? Ja, kijk, als jij, sowieso vind ik het een penalty, want Therese die glijdt en die raakt net nooit de bal. Want Boeba die schuift de bal op het juiste moment weg. En daarna wordt hij verhinderd om de actie te vervolgen. Dus voor mij, als je de tegenstanders aan de bal verhindert in de 16, wordt het een penalty. Ik vind de penalty van hun niet heel anders. Alessio snijdt hem de weg af en die kan hij niet bij de bal komen. Maar Alessio raakt wel de bal. Is dan de verdere conclusie, want eigenlijk voor en na de rode kaart, creëren jullie ook gewoon kansen dat je er eigenlijk helemaal niet onder doet voor ADO vandaag? Nee, je bent gewoon beter dan ADO. Daar ben ik zeer overtuigd. En zelfs met die man. Als een club als ADO met de ambitie van ADO en naar Dordt komt en ze scoren op een dubieuze penalty de 1-0 en ze spelen 70 minuten 10 tegen 11. Ja, ik heb 3 punten zijn altijd lekker. Maar voor de lange termijn dus weet niet wie die blijer is. Ja, dat is dan misschien een soort volwassen manier of zo om zo over de streep te trekken. Ah, zeker, zeker. En trainers met zoveel ervaring als ledenadvocaat mogen ze dat permitteren. Niemand verwacht dat het fantastisch gevoetbald wordt. Hij is gehaald om punten te halen. Maar ik heb een andere job bij Dordt. Ik moet spelers ontwikkelen, ik moet goed voetbal laten zien en ook punten halen. En ik moet een team maken met jonge gastjes. Ja, drie van de vier dingen die ik heb nu genoemd heb ik teruggezien vandaag. Ja, je wilde best wel wat aanvallend voetbal ook zo in het openingskwartier. Creëert serieus wat kansen. Ja, daarna, na die rode kaart, moet het natuurlijk wel even achteruit. Maar het plan, was dat daarna ook gewoon hetzelfde? Ja, alleen de 2 spitsen in eerste instantie moesten ietsjes meer lopen dan met z'n tweetjes dan met z'n 3. Alleen de druk zet aan de buitenkant en dat was goed. In de eerste helft zag je wel dat we moeite hadden, logisch, met een man minder om door te voetballen. Het was ook niet de bedoeling, alleen nogmaals jonge groep, dan heb je vaak de rust nodig om ze te corrigeren. Je moet soms wel wat opportunistischer spelen. Nou, tweede helft wordt het goed uitgelegd. En met Aljo en met Mallory spelen we ook wat opportunistischer in een tweede fase. Want we hebben genoeg ook kunnen opbouwen met Anwar en Job. En je creëert nog kansen, hè? Want Aljo is een paar keer gevaarlijk. Goal wordt afgekeurd. Kopbal van Job die op de lijn wordt gered. Ja, als je dit allemaal doet en je speelt 70 minuten 10 tegen 11, ja, dan ben ik op mijn spelers trots.